is Karen van Godsenhoven. Ik werk in het Modemuseum Antwerpen als tentoonstellingscurator. We hebben hier nu net de tentoonstelling Olivier Theyskens, She Walks in Beauty gemaakt. Olivier Theyskens is dus 20 jaar bezig en heeft daarin eigenlijk 5 periodes of 5 verschillende merken gehad. Eerst en vooral zijn eigen label Olivier Theyskens, waarmee hij onder andere Madonna kleedde eind jaren 90 voor haar videoclip Frozen. Daarna zie je dan de verschillende fases in Parijs, dus de huizen Nina Ricci en Rochas, waar hij als artistiek directeur aan de slag ging. En je wandelt eigenlijk zo doorheen zijn parcours, terug uiteindelijk uitkomend bij zijn eigen label dat hij sinds vorig jaar 2016 terug heeft opgestart. Ik ben hier 8 jaar geleden begonnen en toen zochten we nog een campagnebeeld voor de tentoonstelling Zwart. Toen stelde ik voor om een beeld van Olivier Theyskens te gebruiken. Ik heb hem sinds dan altijd gevolgd en ben dus heel blij om nu na 8 jaar een volledige tentoonstelling aan zijn werk te kunnen wijden. De tentoonstellingszaal onderging een grote verandering vanwege de samenwerking met architect Glen 60. Hij neemt je mee in het parcours, eigenlijk van donker naar licht, maar ook in een nieuw parcours waardoor de tentoonstellingszaal dubbel zo groot lijkt. Het werk van Olivier Theyskens is heel romantisch en verbeeldingsrijk. Het varieert dus van een meer donkere of gothic periode naar heel lichte en romantische jurken. Ik denk dat voor iedereen die houdt van mode en van wegdromen, bij sprookjesachtige jurken hier zeker veel te zien valt. Bezoek het Modemuseum en ontdek de creaties van de Belgische modeontwerper Olivier Theyskens.